Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant. Het is vandaag woensdag 8 juni. Mijn naam is Juri Ploegman en dit is het nieuws van de week. Kees Hoorschuur van Tessels Belang, Rieke Skift van GroenLinks en Remco van der Belt van de P van de A zijn dinsdagavond aangesteld als wethouders. Samen met burgemeester uit de Haag vormen zij het nieuwe college. Van der Belt was al wethouder. Hoorschuur maakt. Zijn debuut en voor betekent het een terugkeer op het plus. Hij was al eerder wethouder voor GroenLinks in 2007. Hoorschuur wordt eerste lokale burgemeester. Hij krijgt de portefeuilles van onder meer Financiën, Communicatie, Burgerparticipatie en Dorpen, Vergunningen en Subsidies, Gebiedsontwikkeling en Bestemmingsplannen en Verkeer en Vervoer. Van der Belt wordt tweede loco-burgemeester en verantwoordelijk voor onder meer wonen, grondexploitaties- en grondprijsbeleid, welzijn en volksgezondheid en onderwijs, sport- en cultuurbeleid. Derde loco-burgemeester krijgt duurzaamheid en innovatie, toerisme, waaronder de toeristische toekomstvisie, economie- en vestigingsbeleid, eh, economie en, vestigingsbeleid en de haven van Ouderschild en de visserij. In de gemeenteraad kwamen hierdoor twee plaatsen vrij. Bij GroenLinks vult Henry Sawyer de plaatsen in van Rieke Skieft en Ferry Segel wordt fractievoorzitter. Bij de PvdA schuift Niels Lely door, Anneke Visser-Veldkamp is hun nieuwe fractievoorzitter. Veel meer over het nieuwe college en de plannen voor de komende vier jaar staan in de Tesselse Courant van donderdag 9 juni. Op het grasveld tegenover de Zandkoog in Denburg zijn vorige week tien chalets geplaatst. Ze zijn afkomstig van de Krim. De chalets zijn voorlopig gereserveerd voor de huisvesting van statushouders. Dat zijn mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben. Er komen twee gezinnen wonen die al op het eiland zijn. De andere chalets worden gebruikt voor gezinnen en echtparen van de overkant en voor gezinshereniging. De strijd om de standplaats van ijsboerin Ans is nog niet gestreden. Directe buren willen dat zij verdwijnt van haar vaste plaats aan de Jan Aaienweg bij de Dennen. De gemeente heeft hun bezwaar tegen de standplaatsvergunning ongegrond verklaard, maar nu zijn de buren in beroep gegaan. De rechter in Alkmaar buigt zich er op maandag 1 augustus over. De emoties liepen vorig jaar hoog op in deze kwestie. Al ruim 15 jaar is Ans Kikkert van Strien met haar ijskar en de kleurige kleedjes waarmee ze op boomstammen zitjes inricht, een vertrouwde verschijning aan de rand van het bos. Maar buurvrouw Benedette Pluis ervaart overlast van de situatie en claimt dat de verkeersveiligheid op de kruising is afgenomen door de drukte rond de ijskar. Zij tekenen daarom bezwaar aan tegen de standplaatsvergunning. Die is volge, volgens haar op onterechte gronden afgegeven. Het verzet, zet zich, het verzet richt zich niet tegen de ijsboerin, maar tegen de plek. Zij ziet de ijskar liever een stukje verder van de kruising. Het bezwaar leidde tot een reactie van medestanders van de ijsboerin. De petitie Laat ijs van Ant op haar plekje staan werd 1658 keer ondertekend. Volgens het college is de standplaatsvergunning niet in strijd met het bestemmingsplan en zorgt de ijskar verkeerstechnisch niet voor een direct veilige situatie. Buurman Bas Pluis laat weten dat ze de uitspraak van de rechter zullen respecteren als deze de gemeente in het gelijk stelt. New York Pizza wil nog dit jaar een vestiging op Tesla openen. De fastfoodketen vestigt zich op het adres Nikkedel 9 in de Koog. Voorwaarde is wel dat zich een geschikte franchisenemer meldt. Daarvoor is er vrijdag aanstaande een open dag. Woordvoerder Ferdinand Molenaar ziet volop kansen. Tessel is voor ons een mooie prestatie, een mijlpaal ook. We zijn de eerste fastfoodketen die zich op Tessel vestigt. En wat het extra aantrekkelijk maakt, is dat de dorpstaat en het strand om de hoek liggen. Er liggen volgens hem ook serieuze uitdagingen. Daarom zoeken we de juiste ondernemer, het liefst iemand van het eiland zelf, met lokale binding, die al een horecaonderneming heeft en met personeel kan schrijven. De open dag duurt vrijdag van 12 tot 5. De Historische Vereniging heeft 3000 euro van Rotary Club Tessel gekregen om oude 8 mm films van Tessel te digitaliseren. Rotary-voorzitter Ruud Boom overhandigde de gift aan Ina Schrama, de voorzitter van de Historische Vereniging. Schrama liet weten dat de Vereniging bezig is om oude films voor toekomstige generaties veilig te stellen. Er wordt nauw samengewerkt met het regionaal archief in Alkmaar, zodat de afbeeldingen nu en ook in de toekomst bewaard zullen blijven. Ina Schrama sprak tijdens de uitreiking de hoop uit dat de historische vereniging kan verhuizen naar het gebouw van de oude zeevaartschool in Den als dat behouden kan blijven. De vereniging is nu nog gehuisvest in de benedenruimte van tussen de banken in Den maar moet daar op termijn weg. Op terrein van de muziekmis aan de Oranjestraat in oost wordt op zaterdag 20 augustus de derde editie van Strandepop gehouden. Er kunnen maximaal 14 Tesselse bands optreden. De organiserende stichting laat weten dat muzikanten die zeker willen zijn van een plek er verstandig aan doen zich tijdig te melden. Inschrijven kan door een mail te sturen naar strandepop.gmail.com. Hij was zowel gewoon als markant en waar Arielle ook kwam, of dat nu op Haven was of die van de Oude Schild, ze kenden hem allemaal. Ome Ari, zoals hij bekend stond, overleed 26 mei op 81-jarige leeftijd. De Oostrender voer van jongs af aan op de Kotter. Na zijn pensionering zette hij zich met hart en ziel in voor het visbakken op de strender Rommelmarkten. Zijn toewijding ging ver. Op vrijdagmiddag verwerkte hij met anderen de vis die door, 16, door de 16 Tesselse kotters beschikbaar was gesteld. om op zaterdag alweer om vijf uur s morgens raad te staan. Elke zaterdag gingen er dertien kisten met elk veertien kilo vis doorheen. Eenmaal gebakken bracht Ariezen met de kruiwagen naar de kraam. Bij zijn afscheid werd hij als boegbeeld van de visbakkers in het zonnetje gezet. Zijn naam leeft voort in de Strender visrookbokaal. Die, hij, die al veel, vele jaren zijn naam draagt. Een uitgebreid immemoriam over Arielle leest u in de Tesselse courant van vrijdag 3 juni. In en rond natuurgebied De Petten bij Den Hoorn en in de Mokpaai worden opvallend veel dode grote sterns gevonden. De teller staat inmiddels op 700 en loopt nog snel op. Vermoedelijk is vogelgriep de oorzaak. Het lijkt erop dat meerdere kolonies in Nederland en in het buitenland last hebben van hoge sterfte. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is klein. Maar ook om verspreiding naar andere gebieden te voorkomen is het advies dode en zieke vogels niet aan te raken. Hij was de afgelopen dagen in de gedachten van vrijwel iedereen die het Speciaal Bierfestival bezocht. Zaterdagmiddag werd er door de bezoekers op Heino Huizing geproost. Zijn partner Sita Meijwaard vertelde dat het festival vanaf volgend jaar Heino's Bierkattenfestival zou heten. Een eerbetoon aan de vorige maand plotseling overleden uit bater van Café de Slok. Heino was een van de drijvende krachten achter het festival in de Wezentuin. Professor Dr. Henk Brinkhuis werd op 3 juni onderscheiden met de erepenning van de gemeente Tessel. Hij kreeg de on onderscheiding uit waardering voor zijn inspanningen voor het NIOS. Brinkhuis was van 2011 tot 2021 directeur van het Onderzoeksinstituut op het Hornje. Hij wordt geroemd om zijn inventiviteit, overtuigingskracht en vooruitziende blik. Dankzij die eigenschappen is de afgelopen jaren een duurzame financiering van het NIOS tot stand gekomen, waardoor het voortbestaan van het instituut voor de komende decennia is gewaarborgd. Dankzij het Zeevarend Onderzoeksinstituut verkeert Nederland in de top van het ocean oceanografisch onderzoek. De Tesselse Krant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222-362-600.